Voor mij is deze dag heel belangrijk voor de binding. Binding samen. Samen met elkaar zijn, samen vertellen. Samen je eigen taal spreken. Belangrijk ook dat het pas nu ook in Limburg wordt georganiseerd. Altijd boven, Randstad. Mirella Valerius kwam 40 jaar geleden vanuit Curaçao naar Geleen. Zij helpt mee aan een speciale maaltijd voor vanavond. Wij zijn vandaag aan het maken heri-heri. Toen in de slaventijden atten de mensen dat. Kitty Kotti wordt in Sittard pas voor het tweede jaar gevierd met theater en persoonlijke verhalen. Het initiatief komt van theatergezelschap Het Laagland en theatermaker en actrice Nina Elisa Eusen. Ik vind Kitty Kotti heel belangrijk en ook juist in Sittard Geleen en ook eigenlijk heel Limburg. Ik denk ook echt omdat ik dat zelf heel erg gemist heb. Ik heb het heel moeilijk gehad ergens, ook als enig bruine meisje in de klas. En ik denk dat ik dat nooit heel erg heb beseft toen ik klein was. Dat ik me heel erg eenzaam daarin voelde. En nu voel ik dat ik een community aan het krijgen ben. Kitty Kotti is een van oorsprong Surinaamse feestdag. Ter viering van de afschaffing van de slavernij. Een verhaal dat verteld moet blijven. Het is een cultuur-erfgoed eigenlijk. Hè. Het is wel lang geleden dat de slavernij is afgeschaft. Maar het is fijn dat het herdenkt wordt. Dat het iedere jaar terugkomt. Voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Dat ze daar ook van weten. Inmiddels heeft het initiatief in Sittard Geleen navolging gekregen in Maastricht, Roermond en Heerlen. Steeds meer zijn we aan het uitdijen, aan het uitbreiden. Dus dat is wel heel belangrijk, denk ik, voor de Limburgse mensen. Dat ze voelen van, oh ja, het is blijkbaar wel een ding, Kitty Kotti. We mogen dit vieren en herdenken. Ik hoop dat zoveel mensen komen zoals vorig jaar. En genoten van hebben en zeggen, ha, wat een mooie dag vandaag. Volgend jaar komen we weer.